2.6 Het nieuws. Je hoort het nieuws op de radio. Dit is het nieuws van dinsdag 31 mei, 8 uur. Mijn naam is Jantine Bos. In Helmond staat een flat in brand. De brand is gevaarlijk voor mensen in de buurt. Daarom moeten veel mensen vandaag hun huis uit van de brandweer. Het vuur is gelukkig bijna uit, zegt de brandweer. Het gaat niet goed met de Nederlandse boeren. Meestal gaat 65% van de Nederlandse melk naar andere landen. Maar Duitsland en België vinden de prijzen nu te hoog. Daarom kopen deze landen nu minder melk. Gisteren hebben PSV en FC Utrecht een belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld. 2-1. U hoort Ferry Gies van FC Utrecht. Ja, jammer. We hebben slecht gespeeld. Veel sporters hebben helaas door ziekte te weinig getraind. Voor de volgende wedstrijd gaan we allemaal trainen. Het is een heel warme lente. Het is gemiddeld 12,6 graden. Deze lente is het warmst sinds 2007. En dan nu de verkeersinformatie. Eerst de A2. Door een ongeluk is er een file van 4 kilometer tussen Maarsen en Breukelen. Dan de A27. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er is een file van 8 kilometer tussen Hilversum en Utrecht.